Commissariaten. Ik ben commissaris bij een aantal bedrijven. Bedrijven in diverse branches. Ze bijten elkaar niet, ze kennen elkaar ook niet. Maar als commissaris bij een bedrijf neem ik verantwoordelijkheid. En het beperkt zich dan niet alleen tot Nederland. In Duitsland, in Zwitserland. Waar ik lange tijd heb gewoond, bekleed ik een aantal commissariaten. Bij uiteenlopende bedrijven. Ondernemers vinden het toch wel eens prettig om met iemand te spreken en naast zich te hebben om beleid te kunnen maken. Visie, een, een vooruitziende blik, kijken in de toekomst voor zover dat mogelijk is. En daarvoor sta ik open voor meerdere commissariaten hier in Nederland. Ik ben beschikbaar pas vanaf 15 januari 2023 omdat ik nu nog te druk heb met andere zaken. Maar vanaf januari 2023 sta ik graag bedrijven bij, neem ik medeverantwoordelijkheid naast de directie om een bedrijf in de goede richting en goede banen te leiden, maar ook te houden. Het is belangrijk dat een ondernemer een klankbord heeft. Een klankbord is voor mij een beetje een cliché, maar ik gebruik het toch omdat ik het belangrijk vind dat iedere ondernemer een vertrouwenspersoon naast zich nodig heeft waar hij mee kan sparren, waar hij zichzelf kan zijn, waar hij open durft te zijn, waar hij durft te praten over zijn financiële problemen, zijn privé situatie. Maar ook over zijn gevoelens en zijn zorgen die hij heeft. En wie is er nou zonder zorgen? We hebben allemaal zorgen, want we weten voorlopig we op dit moment nog steeds niet waar met deze economie naartoe gaat. Bent u geïnteresseerd om eens een keer een kop koffie mee te komen drinken? Dan bent u van harte welkom. Neemt u contact op met het Nationaal Faillissement Preventie Instituut.